kansloze nederlaag hier in Venlo. Hoe frustrerend is zo'n wedstrijd voor jou als spits? Heel frustrerend. Niet alleen voor mij, ik denk voor het team, voor de trainer, voor het publiek vooral. Na wat we vorige week hebben laten zien, zij zijn natuurlijk helemaal machteloos. Zij kunnen ons alleen maar aanmoedigen en wij moeten het doen. Maar wat wij laten zien is schandalig. Schandalig, waar doe je dan op? Op echt het vertoonde spel of meer op de durf? Geen kansen creëren? Ik denk dat er allebei bij hoort. Alles wat je benoemt, dat heeft daarmee te maken. Geen durf, laf, niet als mannen. En daar kan ik niet mee. Het is misschien een verboden woord in de voetballerij, maar het is denk ik toch wel echt crisis in Breda. Ja, crisis, hoe je het wil noemen. Het is slecht. Het is verschrikkelijk slecht. Ik snap het publiek. Vorige week geven we ze een snauw door wat we hebben laten zien. En vandaag geven ze nog even een tikje extra. Natuurlijk moeten we eerst bij onszelf kijken van wij willen winnen. En ook voor het publiek natuurlijk, maar dit kan niet. Ze staan er weer volle bak en dan laten wij dit zien. Het is lastig hoor, maar hoe is dat mogelijk? Je bereidt je heel de week voor op zo'n wedstrijd, maar hoe kan dit dan? Ja, ik weet het niet. Er wordt de hele week gesproken. Iedereen weet het mooi te vertellen. Zo moet het. En uiteindelijk in de wedstrijd gebeurt het hele andere. Ik weet niet hoe het kan. Natuurlijk, voor jou is het vervelend, je verliest. Maar als spits zijnde, je hebt eigenlijk gewoon geen bal gehad op die bal in de laatste minuut. Nou, dan moet je jezelf opvreten in de wedstrijd. Jazeker. Nogmaals, ik heb gewoon de ballen gekregen in mijn voeten. Terugleggen, uit de lucht plukken, terugleggen. Maar wat je zegt, een keer een beloning zit er niet tussen. En dan moet je zelf voor je kans gaan. Maar ja, ook in deze wedstrijd. Je hebt toch je team nodig. Nogmaals, het is slecht. De trainer komt elke week met een goed strijdplan. Iedereen snapt het. En dan komen we hier en dan ontbreekt gewoon, ja, ik weet niet wat het is, mentaliteit, gewoon mannenvoetbal, dat denk ik. Maar dat heeft toch eigenlijk puur met de instelling te maken? Nee, ik denk dat de instelling er is, want niemand komt hierheen om te verliezen. En als ik dan voor mezelf spreek, kan iedereen andere kopjes kijken. Ik wil gewoon winnen en ook hier, dat verdient het publiek, dat verdienen wij zelf. Maar op deze manier verdienen we het natuurlijk helemaal niet. Zijn er nou nog enige positieve punten te halen uit deze wedstrijd, denk je? Nou, uit deze wedstrijd kan ik jou helemaal niks positiefs vertellen. Nee, echt niet.